Yo boys, top die kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we op Black Ops 3. Nou boys, zoals jullie kunnen zien zitten we op Black Ops 3, wat ik zo net al zei. En zoals jullie net hebben gezien, hebben we een nieuwe intro. En ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie van dit intro vinden, jongens. En als jullie dit mooie intro vinden, geef dan sowieso eventjes een like en laat het sowieso weten in de comments. En als je nog niet geabonneerd bent, jongens, druk gewoon op de abonneerknop. Allemaal gratis, mij support je ermee. Nou ja, super dope. En dan ben je ook altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe video van mij komt. Hey, druk dan wel even het belletje aan. Zo hier zo ping, daar bovenin staat een belletje. Hey, ja, voor de, ja, oké, let's go. En vandaag gaan wij eventjes iets nieuws doen. En jullie denken van Floris, waarom, ja, iets nieuws. Het is ook niet echt iets nieuws, maar jullie denken vast waarschijnlijk van, waarom zit je in deze class, in je class eigenlijk, om te kijken? Nou, zoals jullie wel weten, van mij hebben jullie het al lang gezien, maar er zijn nieuwe wapentjes toegevoegd. Ik denk, nou, dan maak ik er ook gelijk even een videootje over. Ik kan helaas niet ze pakken, want ik heb mijn 17 crypto keys. En als ik er nu eentje ga openmaken, ja, dan krijg ik gewoon alleen maar ruk eruit. Weet je wel, kijk. Hé, allemaal grijs. Oh, wat verschrikkelijk. Oh, wat leuk. Wacht, we gaan duplicaten, want deze gasten hebben. Ik had ze nog niet allebei. Oh ja, ik heb er 8. Heel fijn. Chill. Nou, dat kan ik niet openmaken. Hartstikke fijn. Nou, we krijgen gewoon een freaking niks eruit. Dat bedoel ik. Maar we krijgen gewoon dit wapentje nieuw. En dit is, ik weet niet hoe deze heet. Maar hij ziet er in ieder geval wel dope uit. Ik heb geen idee hoe die heet. Ik heb er ook geen research naar gedaan of zo hoe dat ding heet. Sorry daarvoor. Maar jullie denken vast wel, ja, nou, mooi wapentje. Nou, hij schiet een beetje snel. Dat weet ik dan weer wel. Hij schiet wel snel. En het is gewoon een submachine gunnetje. Dus hij schiet sowieso snel. En op zich best wel een leuk geinig wapentje. Maar ja, we hebben hem niet, hè. Maar er is toch nog een andere toegevoegd. En dat is de tweede. En dat is this one. Jongen, dit ding. De RPK. Deze weet ik wel. Dit, zo heet hij. En dit is wel een lachwapentje, jongens. En deze is wel echt super sterk. Dat is echt niet gezond. Nee, je schiet gewoon toek 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 en je bent gewoon dood. Gewoon 4 à 3 schoten, doe deze en dan ben je gewoon dood. Gewoon als je een headshot en een bodyshot hit, je bent dood. Die sfeertje, je bent gewoon dood. Dus jongens, dit ding is echt super tof. En schiet echt super snel. Dus het is eigenlijk een soort van de AK, weet je wel. En het is gewoon eigenlijk de AK, maar als je die poten er vanaf haalt, is het gewoon de AK-47. Ja, en als je er ophaalt, dan heb je de RPK. En voor, Black Ops 3, Fortnite. Wauw. Maar jongens, we gaan even een gamepje inspringen. En met dit wapentje. We gaan met dit wapentje spelen. En ik weet al wat aan het einde is gedaan. Of ja, aan het einde is gedaan. Jongens, ik weet al wat er is gebeurd allemaal. Dus ik neem er van tevoren al een beetje. Of ja, daarna op, na het potje wat we hebben gespeeld. Dus we gaan lekker met dit potje spelen. Het is een beetje lastig als laatste om een beetje de enemies te killen. Maar misschien komt het goed, misschien niet. Ik ga niet te veel te vertellen. Dus jongens, ik zie jullie daar in het potje. En laat sowieso even weten wat jullie van het intro vinden. Ik vind hem super dope. En jongens, tot zo. In het potje. Nou boys, daar zijn we dan in het potje. En jongens, we gaan een French Nightfall spelen, zoals je kan zien. We doen gelijk gewoon eventjes de nieuwe map erbij. En dat is super lekker. Dus we gaan gelijk een French Nightfall spelen. Met eigenlijk een soort van de DLC wapens die er nieuw zijn, weet je wel. Ja, die hebben we net gezien, maar die heb ik helaas niet, wat ik zei. Dus we gaan met de AK-47U spelen. Dus ik hoop dat het goed gaat. En als je er zin in hebt, ja, eigenlijk zo net van mij ook al gezegd, geef het gewoon even een duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon even lekker potje spelen. Let's go, jongens. Hoppa. Nou, jongens, where we go. Nou, jongens, dat zeg ik echt iets te vaak, jongens. Zeg ik het weer. Zeg ik het legit alweer. Het is er ook. Zo. Hallo. Nee, maar jou ga ik even niet challengen. Maar jou ga ik eventjes niet challengen. Ja. Hij zit hier nog steeds, hè. Oh my god. Ik had het. Oh ja, snipers kunnen iets sneller reloaden, ja. Oh ja, dat was vergeten. Jongens, even dat ding naar beneden. Zo. Op meteen horen jullie mij wel beter misschien. Doe ik ook het in de livestreams, weet je, dat ding naar beneden. Of ja, mijn microfoon is dat, bedoel ik. Kat. Ik wil ook onderom van de bovenaf springen. Zit je daar? Ja, daar zit ik. En het is best wel lastig om te zien hier, French Nightfall.
Zoals in de vorige video spelen we ook al Fringe Nightfall. En ja, laat ik zag een schaduw en dat was van hem dus. Maar ja, toen spelen we ook Fringe Nightfall om de Fringe Nightfall map te zien. En nu spelen we het nog een keer, dus dan zien we het nog een keer. Dat is super tof. Let's go. En ja, we gaan. Die kerel had mij hier wel heel mooi. Maar dat doen we niet nog een keer. Gelukkig. Oh, jezus jongens, mijn aim. Ga jij maar voor, teammate. Ik, oké. Oké. Oh, kak. Dat ging hem niet worden. Ik ga eventjes deze... Oké, jongens, ga eens allemaal rappen. Let's go. We zijn allemaal. Ja, het was maar één blijkbaar. Let's go, met mijn UV'tje erin. Let's go, jongens. En jongens, als je... Ja, dan blijkt dus 3 video's leuk vinden om te zien. In plaats van alleen maar Fortnite, weet je wel. Heel veel mensen uploaden naar Fortnite. En ja, dan dacht ik, ja, doe ik een keer wat anders, weet je wel. Misschien wordt het niet zo heel lekker bekeken. Ja, weet je. We doen wel weer iets anders, weet je wel. In plaats van alleen maar Fortnite, wat iedereen uploadt. Ja, Fortnite is ook wel super leuk om te doen. Kak, die tripmine. Ja, ik moest van die tripmine weg, man. Anders had ik ze daar wel heus, anders had ik ze gepusht. Maar ja, er lag een tripmine daar. Ja, en dan kan je niks, ja. Heel fijn. Nou, let's go. Hier zit nou niemand. Waarschijnlijk hier bovenin misschien wel. Hier, daar heeft gezeik alweer. Daar heb je ze. Hallo. Dit is een flink campotje, boys. Dat zeg ik je wel. Ah, let's go. Lekker teammate. GG. Nee. Oh. Ja, rechts. Nee, nee. Ik hoor mensen rechts springen. Weet je wel dat dat ding... Ja, oké. Okay. Ja, dan komen ze van links en rechts. Ja, oké. Okay. Ik weet niet wat... Als je daar op loopt, dan schiet iedereen zo... Ja, en nu ben ik dood eraan. Waarom... Oh, dit is echt ongeluk, jongen. Nee, doe dat niet. Nak teammate. Ook al nak je hem alweer. Gadverdamme. Nou. Zo, let's go. Nou, het zit helemaal... De jet is al de hele span helemaal verkaard. Hallo, Floor. Goedemorgen. Hallo, camper. Woep. Ik ga ook even een logisch pakken. Jongens, we gaan snipen. Een 1, 2, 3. Boom. Oh, ik kan echt niet meer snipen. Nee, nou, nou. Ik zit te wachten dat jij er voorbij komt rennen, weet je wel, met je dikke pap hoofd. En dan kom... Nou. Ja, sorry. Die kerel die vloog daar naar links. Zo, tering. Oké. Okay. Die kerel had ook weer eventjes een vliegles gekregen van Gerrit. Ja, dikke lul. Oh, kak. Nee, ja, alweer zo'n kutst. Ja, ik ben dood. Ik ben niet dood. Ik ben nog steeds niet dood. Teammate, hij zit daar nog. Teammate, hij zit daar niet meer. Goddammit! Ik heet hem door de muur heen. Mag ik een keer reloaden? Dankjewel. Hoezo dat ik dit heb overleefd, jongens. Dat vind ik al helemaal knap. Nee, 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 niet alweer zo'n rot, hé. Waarom gooi jij die dingen, man? Wat heb jij... Heb je een stoornis in je hoofd of zo? Dit team met je kilt. Je nakt hem gewoon. Je nakt die vuile. Nou. Ik weet niet wat die. Hallo. Ik zie ook helemaal niks, man. Jezus. Oh. Er zit hem in. Er zit hem in. Niks. Hallo. Ja. Slachtaderige tepelvis. Ja. Oh, er zit hem in. Achter. Goed zo. Hey, want dit ding heeft een recoil van hier tot Tokio, man. Dat is echt niet gezond. Oh. Echt de teammate. Teammate, niet ervoor staan, dankjewel. Of ja, stond ervoor. Nee, ja, nee, je gaat nou niet mij killen, hè. Dankjewel. Ik ga even jullie Q daar op. Ja, hier, kijk, jij hebt wel aan. Jij hebt eigenlijk helemaal niks aan.
Ik zei, jij heb ik wel dan. Ik krijg helemaal niks aan. Lekker. Ja, ik kan ook wel switchen met mijn class, maar ja. We moeten een beetje in de DLC-wapentjes blijven. En dan. Kut, kind. Ga lekker. Pak die headless maar. Oh. Maar we moeten een beetje in de DLC-wapentjes blijven. Want ja, daar is deze video een beetje voor. Lekker teammates, jullie zitten weer daar. Dan moet ik hier naartoe. En dan komt hier zo'n slachtaardige kakvent. Niet doen. Hey, the man of war, how you doing? Oh. Ja, ja. Nee, oké. Okay. Die kerel. Ja, die kerel liep gewoon zo naar die kakdeur toe. Wat een vuile bananenstaat. Nee, nee. Gatsidari, wat heb jij voor een. Je hebt gewoon mijn wapen opgepakt, maar je loopt alsnog met. Hier, revenge. Mijn dikke balzak. Hè? Ik heb je. Tering, man. Het duurt ook een beetje lang. Ach, ik denk dat achter mij loopt. Ja, nu liep je niet ingezoomd, hè? Ja, nee, hou je maar. Ja, nee. Oké. Ik gooi die revenge wel op jou. Nee, de HVK van. Nee, ook niet. De M8. Oh, dat is zo pijnlijk dat ik zo aan het switchen ben. De hele tijd dit. Kijk, en dan zit ik bij mijn vuistjes. Ja, oké. Ja. Laat maar het potje zitten. We hebben verloren. Nee. Oh. Wat een slecht zeikpotje is dit. Zeg. We staan 26-16. Dus 10 kills meer. Zelfloos. Wat kun jij goed rekenen? Ja. Maar ja. Dat was het potje, boys. En als je het leuk vond, geef dus eens eventjes een like. Dit was echt één puur scheidpotje op het laatst. Want die gasten speelden heel rustig. Ja, dan ren ik erop af, weet je wel. Dan lopen er helemaal ons ingezoomd door de map te kieken. Ja, dan denk je ook zo van, ja. Hè? Wat moet je daar nou weer mee? Maar oké, jongens. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden, deze video. Als je hem leuk vond, geef dus sowieso eventjes een like. En zoals ik, zoals je zag, had ik ook een nieuw intro. Laat sowieso ook nog even weten in de reacties. Dus ik ben benieuwd naar wat jullie van het intro vinden en zo. Dus jongens, tot de volgende keer bij een nieuwe video. Zeg. Just going with the time.